Geloof, hoop en liefde zie ik als drie kerkramen. Zo de typische kerkramen in een katholieke kerk, mooi, versierd. En hij zegt, we hebben drie ramen, geloof, hoop en liefde, in die volgorde. En als je binnen in het kerkgebouw staat, wij in het Westen lezen van links naar rechts, heb je eerst geloof, dan hoop, dan liefde. Maar nu moet je jezelf even voorstellen, wat als je niet in de kerk staat, maar je staat aan de buitenkant. En dan staat er liefde, hoop, geloof. Staat in een andere volgorde. Dus de mensen buiten de kerk, het eerste wat zij zien als zij naar de kerk kijken, en dan kunnen we het breder trekken dan alleen het gebouw, maar de mens, de kerk. Het eerste wat zij zouden moeten zien, is liefde. Dus dat wij liefde naar buiten brengen. En zij zien die liefde en ze denken, dat is anders. En als ze dan, als het goed is, met ons communiceren en zij leren ons beter kennen, hopelijk vloeit er dan het derde uit voort. En dat is geloof. Dat zij tot geloof mogen komen doordat zij met ons praten en ons communiceren en die hoop in ons leven ook zien.